Dit is de handscanner van de Hoogent. Naast deze scanner hebben we ook een bodyscanner voor het hele lichaam. Juwelen en dergelijke dien je vooraf uit te doen en op te bergen. Volgende items kunnen de meting beïnvloeden: een horloge, een grote ring, een bril, een halsketting en armbandjes. Kleed je uit tot op je ondergoed. Ook je kousen moeten uit. Het ondergoed moet nauw aansluiten en de juiste kleur hebben. Pastelkleuren zijn altijd goed, rood en zwart zijn te mijden. De snoots is hier ondergoed in verschillende maten beschikbaar, vraagt dit gerust aan een medewerker. Om hygiënische redenen mag je dit dan over je eigen ondergoed aantrekken. Nek, hals en schouders moeten vrij zijn. Gelieve eventueel je haar op te steken. Elastiekjes, haarbanden, haarspelden en aansluitende mutsen zijn beschikbaar. In elk pashokje hangt een kamerjas voor volwassenen. Die mag je aantrekken om je naar de meetzone te begeven. Zo nodig zijn er ook kamerjassen voor kinderen beschikbaar. Nu volgt de meting. Wandel de cabine binnen en hang de kamerjas aan de kapstok. Sluit het gordijn tijdens de meting. Plaats je voeten op de daarvoor gemaakte voetafdrukken. Sta mooi rechtop en kijk recht vooruit. Houd je armen licht gebogen en bal je handen tot een vuist. Zorg dat er zo'n 10 centimeter tussen je vuist en je dij zit, waarbij de duimen zich het dichtst bij het lichaam bevinden. Je zal tijdens dit proces begeleid worden door een van de medewerkers. De meting zelf duurt maximum 2 seconden. Gedurende deze tijd zie je een aantal lichtflitsen. Sta zo stil mogelijk en adem rustig in en uit. Zodra de gekleurde lichtbalken links en rechts weer oplichten, is de meting klaar. Blijf in een ontspannen houding staan tot de operator bevestigt dat de meting gelukt is. Is de meting gelukt, dan mag je de kamerjas weer aantrekken en de scanner verlaten. Een medewerker zal nog manueel je lichaamslengte, zithoogte en gewicht bepalen. Daarna mag je terug naar het pashokje om je aan te kleden. Wacht nog even met juwelen en dergelijke als je hand nog gescand moet worden. Bedankt voor je aandacht, we kunnen aan de slag.